Verandering door Marijke en de Bruin. Nou, Christa, kunt u iets uitleggen over Zo Lekker Zo Mooi? Of Zo Mooi Zo Lekker? Ja, Zo Mooi Zo Lekker. Nou, we zijn een gezellige lunchroom met vooral producten uit de regio. En er werken hier bijzondere mensen. Onze medewerkers hebben een verstandelijke beperking. En ja, ze zijn heel gastvrij en ze hebben veel plezier in hun werk. Dus een gezellige lunchroom om te komen eten en drinken. We maken alles zelf. We bakken alles elke dag vers. Brood wordt elke dag vers afgebakken. Dus, heeft u zelf misschien in de familie of wat verstandelijk gehandicapt? Nee, dat niet. Nee. Maar vanwaar dan die drang om dan toch met hun samen te werken? Ja, met hun. Sorry dat ik hun zeg. Ja, we werken met elkaar samen. Want hun, we noemen ze niet voor niks medewerkers. Kijk, ik begeleid ze, maar het is gewoon hun werk. En ze doen zoveel mogelijk zelf. En wij zijn op de achtergrond aanwezig om te helpen waar nodig is. Ja, ik vond het gewoon eigenlijk al vanaf ik denk de middelbare school gewoon heel mooi werk om te doen. Dus dan heb ik de opleiding gedaan en ik doe het nog steeds met heel veel plezier. En ik ben gewoon blij om hun gewoon een goede werkplek te geven en te zien dat ze het gewoon niet naar hun zin hebben en met plezier naar hun werk gaan. En dat was gewoon hartstikke mooi. En in de ruimte ernaast, daar worden ook weer spullen verkocht? Ja, de ruimte ernaast is vooral creatief. Dus daar worden van allerlei leuke dingen gemaakt. Schilderijen, we hebben zelfs ook een ateliertje in de lunchroom. En die worden dus in de winkel ook weer verkocht hiernaast. Dus daarom zo lekker zo mooi, zo lekker het lunchroom en zo mooi de winkel. En die spullen worden ook zelf gemaakt, neem ik aan? Ja, die worden allemaal zelf gemaakt. Soms ook op de andere locaties. We hebben nog twee andere locaties. Bij het oude postkantoor in IJsselstein, Beatrix Park in Utrecht. Dat komt ook hierheen. Dus ze verkopen eigenlijk dingen van alle drie de locaties. En we zijn hier dan bezig ook nog met kunstuitleen opzetten. Dus er wordt ook in de lunchroom hebben we atelier, er wordt heel veel geschilderd. Zodat we ook weer straks wat mooi voorraad hebben om te kunnen uitlenen. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Nou, jongens, wat vinden jullie ervan dat jullie hier mogen werken? Leuk. Ja, en voor ons is het prima en we doen ons ding. Had je hiervoor al ergens anders gewerkt? Ja, op de oude postkantoor, bij Lage Biesje. Wat deed je daar? De bakkerij. De bakkerij. Was dat leuk of was dat leuker dan dit of niet? Dat is gewoon allebei leuk. Maar de bakkerij en de lunchroom is gewoon leuker. Allebei. En jij, had jij al ergens anders gewerkt? Ja, ik zit hiernaast bij de doelen, bij het doelen 10 creatieve kant. Dat was de kunst, toch? Ja. En maakte jij zelf dan ook dingen? Naaien, schilderen doe ik, allemaal dat soort dingen. En wordt allemaal ook goed verkocht? Ja. Vind jij het ook leuk om hier te werken? Ja, hartstikke leuk. En wat doe jij hier dan? Broodjes maken, soep maken, alles zelf snijden en dat soort dingen klaarleggen. Doe je ook bedienen? Ja. Marijke, je hebt net Zo Mooi Zo Lekker of Zo Lekker Zo Mooi geopend dan. Wat vindt u ervan? Nou, ik ben heel erg blij, wat ik ook eigenlijk in mijn toespraak al aangaf, dat wij zo'n prachtige organisatie in IJsselstein hebben gekregen een paar jaar terug, Zomo. En dat zij in staat zijn geweest om nu de Doelenstraat 12 erbij te krijgen, zodat ze eigenlijk nog veel meer voor hun medewerkers kunnen betekenen in IJsselstein. Want het is eigenlijk best wel jammer dat er heel veel, hij noemt het cliënten, medewerkers, zo'n afstand moeten afleggen om gewoon een dagbesteding te doen. En dat kunnen ze nu gewoon in IJsselstein doen. Nou, het is een prachtige locatie, het is hartstikke mooi. Ik heb net al een rondje gelopen. Ja, het is alleen maar leuk om daar een keertje te gaan eten of drinken. En je hebt net je eigen eerste bordje gekregen. Ja, dat is ook heel bijzonder om een keer mee te maken. Dus hele eer vind ik dat altijd helemaal niet gehoeven. Maar het is wel leuk. Heeft je zelf al een keer gegeten? Nee, helemaal niet. Want ik dacht, ik ga eerst die opening even netjes afwachten. En dan ga ik daarna zeker hier een keertje naartoe. Dus je bent morgen de eerste klant? Nee, op zaterdag zijn ze volgens mij gesloten. U bent maandag de eerste klant? Misschien wel, ja. Goed plan. Ja. Nee, ze zijn natuurlijk tijdens de dagbestedingsuren open, dus tot 4 uur 's middags. Dus even iets om aan te wennen, maar het is ook wel leuk voor een kopje koffie of de lunch. Is het prima te doen hier. Ja, precies, de lunchroom. De lunchroom, ja, je hebt gelijk. Ja. Nee, dank u wel. Jullie ook bedankt weer.